De Suriname College of Hospitality and Tourism, SCHT, hield gisteren een open dag. Aankomende studenten en geïnteresseerden kregen de kans kennis te maken met de instelling en wat die te bieden heeft. Daarnaast kon ook informatie vergaard worden van oud-studenten over hun ervaring op de instelling. De instelling heeft een vierjarige bacheloropleiding in Hospitality and Tourism Management. Daarnaast biedt zij ook andere kortere opleidingen aan. Geslaagden en studenten van de SCHT werken in binnen- en buitenland, in leidinggevende en managementposities, in hotels, restaurant en bij de overheid in het beroepsonderwijs. Deze informatie en meer hebben de aanwezigen op de open dag gekregen. Er is ook een tentoonstelling wat betreft het kunnen van onze studenten. Er is een cultural display onder andere waarbij Paramaribo of een deel van Paramaribo in het miniatuur wordt uitgebeeld. Ook wat kunstwerken die de studenten zelf in elkaar hebben gezet. De organisatie overigens van deze hele open dag is in handen geweest. En is nog steeds in handen van onze vierdejaarsstudenten. Die dus een minor krijgen in events management en planning. De bedoeling is dat u de lokalen langsloopt. Eén lokaal, daar worden de presentaties verzorgd. Andere lokalen, daar worden de financiële aspecten belicht. Ander lokaal heeft dus, zoals ik al net zei, een cultural display. En in de lobby hebben we gewoon een display van de boeken met uitleg wat de vakken allemaal inhouden en wat algemene informatie. Aldus Miguel Leuden, directeur van het Suriname College of Hospitality and Tourism, SCHT. De instelling hield gisteren een open dag. De opleidingen van het college gaan in oktober weer van start.